Oké. Hoe is het? Ja. Lang geleden. Ja. Jongen, jongen. Mooi. Ja, ik denk, moet je allemaal nog wat lang, hè? Ja. Leuk. Goedemorgen allemaal. Fijn dat we met zo'n grote betaalde zijn opgesloten. En flink verkleed ook nog, zie je. Wat is de bedoeling? We gaan zometeen een wedstrijd houden op houtjes. En het is een... Ik heb wat mensen gezien die hebben al een geheime training gedaan. Ja, hij neemt die wedstrijd echt serieus, hè. Dat is mannenwerk. John Depp. Ja. Ziet te veel. Ja, ik heb er net eentje, heb maar een touwtje vast. Ja. Maar ik heb het niet. Ik kan het ook niet doen. Nee? Ja, kom. Goedemorgen. Goedemorgen. Vind je Ik zal naar binnen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Roel. Stappen, dat goed. Dat lukt al. Ben je klaar voor de wedstrijden? Ja. En klaar voor de wedstrijden? Nee. Ik wil dit alles gaan kijken, want het zit voor een meter. Oh. Niet vallen, Kees. Kom Roel! Kom op Roel! Beetje is Evert. Ja, kom op Roel! Kom op! Kom op! Ja! Thank you.
Beetjes. Oh, niet doen. Geen ongelukken. Het is echt... Geen ongelukken. Als die overdraaien? Als die nog geen, geen ongelukken. Nee, ze moeten onder je voeten. Ah, mijn schaats weer recht doen, hoor. Knallen, Stefan, knallen! Van het bijorkest kom ik niet! Hey! Jij kent die stokken. Met de stokken wel niet mee, denk ik. Jij hebt waar? Onverantwoord hoor, op uw leeftijd. Je hebt kleintjes. Dat je hier op zo'n rij of zo. Ja, dat zit helemaal onder haar stoel. Ja. Vooral dat je had een goede mini-spreker. Ja, precies. Dat is mooi, mooi zitten. Daar zet ik ook weer. Ik kijk nu even in de tekenschip. Blijven drinken, hè, Kees? Ja, ja. Ik kwam met een halve schaats. Hoe gaat ie? Heel zenuwachtig. Ja, hartstikke. Ik doe dit niet alleen voor mezelf, ik doe dit voor... Klaar!
Oké, Beerte. Kom op, Lisa, kom op! Kom op! Oké, Reinhard, hoppakee! Hey! Ja, hartstikke. Ik doe dit niet alleen voor mezelf, ik doe dit voor...
Nog ietsje verder? Oké. Waar zijn die rode nagels? Wat zeg je? Even een foto. Oh ja? Ja, dan gaan we voor de foto. Foto momentje. Foto. Is het? En ik hoop ook dat we volgend jaar weer op diezelfde manier kunnen afsluiten.
Ja, dat zou ik heel leuk vinden. Ja. 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 Ja